Goedenavond. Nu zondag 22 mei is het precies 8 jaar geleden dat Herman de Koning overleed. Hij zakte in elkaar op straat in Lissabon, op weg naar een schrijverscongres. Vlaanderen verloor zo zijn populairste dichter. Zijn debuut, De Lenige Liefde uit 1969, was de best verkochte Nederlandstalige dichtbundel van de 20e eeuw. De Koning kon met schijnbaar eenvoudige poëzie heel veel mensen raken. Vlaanderen verloor ook een literaire paus. Herman de Koning had een belangrijke rol in het literaire leven in de Lage Landen. Als criticus en als hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift. Van dat blad wou hij een toonaangevende Vlaamse Vanity Fair maken. Maar dat is jammer genoeg een droom gebleven. Zijn grootste verdriet heeft de koning gekend toen zijn tweede huwelijk stuk liep. Eerder had hij al zijn eerste vrouw verloren in een auto-ongeluk. Een oefening in verliezen, zo hebben we zijn portret genoemd. Daarin getuigen vrienden en familie, 8 jaar na zijn dood, over dichter, essayist en journalist Herman de Koning. Zoals je zegt, val maar, sneeuw, als het al een half uur sneeuwt. Zo heb ik er 45 jaar over gedaan, om er 45 jaar over te doen. Zo zeg ik, slaap maar, tegen een dochter die allang slaapt. En hebben daar 2 uur later nog altijd een beetje warm van, als een thermos. Lissabon, 22 mei 1997. Herman de Koning wordt op straat geveld door een hartaanval, amper 53 jaar oud. Er gaat een schokgolf door Vlaanderen dat op slag zijn populairste dichter ooit verliest. Zelf voelde de koning zich zijn leven lang miskend, want het succes van zijn poëzie werd nooit bekroond met een staatsprijs. En ook voor zijn essays kreeg hij pas postuum officiële erkenning. Ik heb hem 1000 keer gezegd, Herman, na je dood zul je je talent herkennen. Ja, gek dat je zoiets zegt en dat dat dan nog blijkt waar te zijn ook. Ik denk dat de belangrijkste verdienste van Herman was dat hij poëzie die toch niet evident is, ook niet voor mensen die regelmatig poëzie lezen, het is en blijft een moeilijk medium, dat hij op een heel vlotte, toegankelijke manier, met beeldspraken, met anekdotes, kon duidelijk maken wat er eigenlijk aan de hand is in een gedicht. De manier waarop Herman als een soort handelsreiziger in poëzie rondging en als een stofzuiger verkoper die met zijn voet tussen de deur toch maar mensen die stofzuiger wil verkopen. En op die manier wou hij poëzie aanprijzen. Want poëzie was voor Herman toch het allerbelangrijkste in zijn leven, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat een van de eerste functies van poëzie misschien net erin bestaat dat ze niet nuttig is in een maatschappij waarin alles utilitair is. Poëzie heeft een soort bewaarfunctie, denk ik ook, van allerlei dingen. Zoals een wijnkelder dat heeft misschien. Een ongelukkige jeugd is een goudmijn voor elke schrijver, zo wil het cliché.
Voor Herman de Koning lag die goudmijn in zijn geboortestad Mechelen, waar hij in de jaren 50 humaniora loopt aan het zwaar katholieke Sint Rombouts College. Ik was braaf, ik was zelfs scrupuleus. Ik ging biechten als ik op een vrijdag een stukje van mijn vinger gebeten had dat ik vlees had gegeten. Dus heel meer dan godsdienstig scrupuleus. Zijn jullie streng opgevoed? Ja, ik vind van wel. Maar ja, streng van mentaliteit en van principes die op de achtergrond zaten. En ook van controle die er was. Mijn ouders hadden dus een boekenwinkel. Maar het was wel zo dat ze vaak iets moesten gaan halen in het magazijn. Een boekenwinkel was hier, een magazijn was daar en daar. Middenin was de woonkamer zo ongeveer. Dus dan moesten ze steeds de woonkamer passeren. Als mijn moeder dan vanuit de winkel iets moest gaan halen, dan zetten ze eerst de radio uit die wij aangezet hadden. Ah, wat is dat voor muziek, die radio uit? En vervolgens de flap van het boek controleren wat we aan het lezen waren. Zo, hè? Of dat wel kon voor onze leeftijd. Dus die controles die waren er voortdurend. Dus het was steeds van, oh, ze komt eraan. Ik herinner mij, ik was een jaar of 15 en er lag De Camerone van Boccaccio. Dat was een verboden lectuur. En er was een meisje van een jaar of 15, mijn leeftijd, die wou dat mee naar huis nemen. Ik dacht, ik mag dat niet lezen van thuis, jij ook niet. Dus dan ging ik mijn moeder roepen en dan zei mijn moeder van, meisje, ik denk toch niet dat dat al voor uw leeftijd is. Dus die boekhandel was tegelijkertijd inspirerend en frustrerend. We hadden maquettes van boeken die zouden verschijnen, dus met een hoofdstukje tekst er al in en de rest was leeg. En dat waren dan in hele mooie banden van de Nobelprijswinnaars of zo. En daar maakte hij dan wel eens, schreef hij wel eens wat in. Ik wou wel schrijver worden, ik weet niet van hoe vroeg, maar zeker al van mijn 15e, toen schreef ik al in het schoolkrantje. Ik vind niet dat ik een gelukkige jeugd gehad heb, maar ik denk Herman wel, op een bepaalde manier. Hij had een aantal privileges, omdat hij, bijvoorbeeld mijn vader had hem veel vroeger leren lezen toen hij 5 was. Dat hij, die had daar veel aandacht mee gekregen, dat hij al boeken kon lezen zo jong. En hij was ook heel goed met zijn vader, ik minder. Pas jaren later, ik ben 20, mag ik weten. Ik moest begrijpen dat hem moeilijk viel, dat hij niet homoseksueel was of toch maar een klein beetje pedofiel. En dat hij daarom toen gevangen had gezeten. Ik ben 4, ik mag bij hem op de canapé. Ik moet doen of ik slaap, hij doet mee. Ineens ben ik 100.000 haartjes. Huiveringwekkend is het mezelf te zijn. Als het voorbij is, voel ik nog lang hoe recht ze hebben gestaan, 1 voor 1, hoevele. Pas nu, denk ik, hij kietelde mij, uren. Niet om het te doen lachen, maar omdat hij niet durfde te strelen. Dat was een heel zwaar familiegeheim, ja. Dat bleef dus totaal onbespreekbaar. Ja, we weten ook nooit wat er echt gebeurd is. Dus je kunt er ook geen oordeel over hebben. We weten niet wat er echt gebeurd is. En we weten ook niet wie het zou kunnen bekendmaken. Ja. En we hebben besloten dat we er ook niet meer naar zoeken. En Herman die dacht, ik wil het beeld van mijn vader houden zoals ik hem gekend heb. Ja, en met hem is er nooit wat aan de hand geweest, met mijn vader en hem in die zin. In de woelige jaren 60 studeert de koning Germaanse filologie in Leuven. Maar een barricadespringer is hij niet. De roep naar de verbeelding aan de macht gaat aan de brave Studax grotendeels voorbij. Herman zat in een heel andere kring. Die zat in de kring van de studentenparochie. Universitas heette dat. Iets waar wij, de linkse jongens van de studentenvakbeweging, ons verre van hielden. Wij hadden niets te maken met die mensen die Vestijk aan het lezen waren, terwijl wij deden alsof we Marx en Kropotkin en Bakunin lazen.
Nee, een echte linkse jongen kon je Herman toen zeker niet noemen. Hij was toen vooral bezig met cursiefjes. Dat woord had je nog. Nu zou je dat een column noemen. Cursiefjes in de sfeer van Louis Verbeek en Jos Grijze. Zijn poëzie, daar durfde hij toen nog niet goed mee naar buiten komen. Ja, hij was er wel trots op, maar tegelijkertijd een beetje gegeneerd. En toen dan later dat succes kwam, die doorbraak met de Lenige Liefde, was hij de koning te rijk. Ja. De jaarlijkse prijs van het tijdschrift Yang werd dit jaar toegekend aan Herman de Koning voor zijn bundel De Lenige Liefde. Ik wilde aan Herman de Koning het volgende vragen. In een van zijn gedichten las ik het volgende. Ik wil de taal dynamiteren tot een gebeurtenis waar veel mensen komen naar kijken. En nu heb ik de indruk dat de dynamiet in deze bundel misschien wel wat nat is. Ja, ik heb weinig gedynamiteerd, denk ik, maar de klemtoon ligt in die regels toch wel op het... die gebeurtenis waar veel mensen komen naar kijken. Ja. Dus ik heb de bedoeling gehad van dingen zo te schrijven. Ik betreur het altijd dat er zo weinig contact is tussen publiek en auteur. En ik heb dan de bedoeling gehad van er zo te schrijven dat het contact zo groot mogelijk zou kunnen worden. 'S'nachts gingen we naakt zwemmen. We zwommen onze namen op het water. Ik zwom An in twee grote letters. Jij zwom uitgebreid aan de naam Herman. Nadien kuste ik de waterdruppels van je gezicht, voorzichtig, één voor één, zoals een pointillist toetjes aanbrengt op zijn doek naakte vrouw bij maanlicht. En in geen enkele vergelijking paste je borsten zo mooi als in mijn handen. En in bed. Ik kwam al van ver aangerend, declamerend. Hier ruk ik aan met een erectie als een pompiersladder om jouw brand te blussen. En we lachten. En wat maakten we een leven? Dat we 9 maanden later Thomas zouden noemen. Herman was zeer erotiserend als hij voorlas. Hij had verschrikkelijk veel succes bij de dames. Er kwamen ook, denk ik, mocht daar statistieken over bestaan. Ik denk dat op de poëzieavonden waar Herman de Koning optrad, dat het percentage vrouwelijke publieksleden groter was dan normaal. Het is een poëzie die ook op een heel eenvoudig niveau werkt. Hè? Die heel erg bezig is met liefde, met troost. En met de man-vrouw verhouding en alles wat eigenlijk oudere jonge dames onder poëzie verstaan. Hè? De poëziealbum poëzie, dat was een laag van hem. Hè? Vrouwen waren echt wel dol op Herman. Vrouwen zagen Herman graag. Ik denk dat er weinig vrouwen zijn, dat zullen er wel zijn, maar dat er weinig vrouwen zijn die over Herman, als je een vraag stelt over Herman, dat die oogjes niet zullen gaan glinsteren. Zo. Hij had dat zo, ja, door die onhandigheid. Ik denk dat vrouwen hem ook wilden allemaal beschermen en voor hem gaan zorgen. De koning trouwt vrij jong met de muze van zijn lenige liefde, turnlerares Ann Somers. Maar het huwelijk eindigt abrupt, na amper 1000 dagen, door een auto-ongeval. Ann wordt aangereden door een dronken chauffeur en is op slag dood. Hun zoontje Thomas blijft in leven. Ik denk dat het een hele grote schok is geweest voor Herman, ja. Als je zo vroeg op zo'n intense manier met de dood wordt geconfronteerd, dan word je natuurlijk een ander mens van. Die melancholie die Herman toch al in aanleg had, die is zeker door de dood van Ann heel erg versterkt. En plotseling was hij een alleenstaande vader. Ook dat maakte een groot verschil uit. Ik denk zeker dat die dood van Anne veel verklaart van zijn ontwikkeling later. Het was de eerste keer dat hij zich oefende in verliezen. Om een typische De Koning-uitspraak te citeren. Je moet je oefenen in verliezen. En ja, dat is toen begonnen. Verjaardagsvers. Je zei nooit wat, ik moest het altijd vragen. Of je van me hield en je zoende. Of het veilig was die eerste keer en je zoende weer. En toen je naast de weg lag in de wei, wat had je niet allemaal gebroken? Je benen, je ribben,
Je ogen, mij. Je zei nooit wat, je zei het altijd met je ogen. Zoals je daar lag, te ziel togen, te ziel ogen. En de ogen die je zoon nu in heeft staan, waarmee hij zegt niet weggaan. Je zei nooit wat, hij zegt het. En jij kijkt mij aan. Hij heeft uiteindelijk wel gekozen om mijzelf op te voeden en mij niet laten op te voeden door mijn grootouders. Wat dat in die tijd toch wel het gangbare was. Wel met zijn gebreken, maar hij heeft het wel gedaan. Als ik Herman leerde kennen was Tom 3. En toen ik met hem trouwde was Tom net 4 geworden. Dus Tom was 1 jaar en 2 maanden als zijn moeder gestorven is. En Herman wou echt wel voor dat zoontje zorgen, maar hij had het daar zeker niet gemakkelijk mee. Dus op het moment dat ik hem leerde kennen, dan heeft hij dat ook met een ongelooflijke haast aan mij overgelaten. En ik was toen zo naïef om daar ook nog geflatteerd door te zijn. Ik heb altijd een moeilijke relatie met mijn vader gehad. Ik denk dat hij mij als kind ook niet genoeg aandacht heeft gegeven. Ik denk dat daar vooral rond draait. Ik heb er ook wel naar gemaakt als kind, denk ik dan. Ik was eerder een moeilijke. Het was een enorm temperamentvol kind. En Herman is iemand die zelf nogal streng is opgegroeid. Dus ik denk zo dat zo het onbeheerste zo van Tom, dat heel slecht afging zo. Hoewel dat ik denk dat hem die jongen ook echt heel graag gezien heeft. Maar die temperamenten botsten soms bij elkaar. Midden jaren 70 verhuist Herman de Koning, die na zijn studententijd in Leuven was blijven hangen, met zijn nieuwe gezin naar Antwerpen. In de nu chique Kogels Ozielei in Berchem kan hij een herenhuis kopen dat toen rijp was voor de sloop. Het lijkt wel of de dichter zich kan beginnen oefenen in geluk. Ik voel me beter op mijn 35 dan ik me voelde op mijn 18. Ik moet natuurlijk ook. Maar ik denk, voor zover ik me dat nog herinner, ik heb ooit wel eens een oud dagboek uit die tijd teruggevonden, dat ik op mijn 18 helemaal geen gelukkig jongetje was, eerder een misantropisch piekeraartje. Dat dagboek dat stond vol met Sartriaanse termen als wallig en leegte en zinloosheid, uitzichtloosheid en dat soort dingen. Daarmee vergeleken op mijn 30 is misschien die leegte er nog wel, maar hangen er fraaie gordijntjes voor dat uitzicht. Helemaal gelukkig kan het natuurlijk nooit. Gisteren nog droomde ik dat ik woonde in een kast van een huis met een riante vrouw. Toen ik ontwaakte bleek het nog waar ook. Maar ik had wel tandpijn. Een happy end is er alleszins niet bij. Ik leef nu al 35 jaar, maar het gaat gewoon door. En als ik al is vrij, is er niemand die het beeld bevriest en daar die end boven projecteert. Alles is voorlopig. Zelfs als ik sterf, zal je wel zien dat ik niet genoeg adem meer heb voor mijn laatste woorden. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Zodat iedereen het met mijn voorlaatste zal moeten stellen. Geef me de bedpan eens, Marie. Hij gaf les in Sint-Lucas in Brussel. En voor zover ik begrepen heb, ik hoorde dat dan uit die verhalen, toch meer gedichten voorlas dan dat hij werkelijk les gaf. En zich in het geheel niet aan het leerplan hield. En vaak ook in zijn nest bleef stinken 's ochtends en niet op tijd kwam af. Hè. Een slecht rapport van de inspectie. En toen heeft het vrij lang geduurd voor ik Herman kon overtuigen om bij Humo te komen werken. Tot hij dat slechte rapport van de inspectie kreeg. En toen moest hij wel. Ik herinner me nog zeer goed zijn sollicitatiegesprek. Dat was in het bureau van Karel Antiris, toen algemeen hoofddirecteur van Humo. En wat we gevraagd hadden, was dat de kandidaten iets zouden schrijven. Iets. En Herman had een klein soort cursiefje geschreven en ik herinner me nog één zin die mij daarin frappeerde. Het ging over een vrouw die in een foetushouding lag. En dat was zo mooi geformuleerd, dat volstond voor mij al. Dus
Toen was hij aangenomen, dat was het eigenlijk. Herman was geweldig breed van interesses, geweldig. Ik wist dat in het begin ook niet, maar je kon hem op sport loslaten en maakte zeer goede interviews. Schrijvers natuurlijk, dat wist je. Politiek was hij zeer snel mee, vooral dan in de tanden met Piet Pirijns. Er werd toen nog nauwelijks een duo geïnterviewd en sterker nog, er werd nauwelijks geïnterviewd. Er is vandaag de dag zo'n gigantische inflatie van interviews. Iedere bekende Vlaming geeft er 10 per week. Toen waren dat uitzonderingen. En ja, het werd toch al gauw Kwik en Flupke, maar het was ook Lennon en McCartney. Het was echt een soort eenijige tweeling geworden op den duur. En die twee, die heel spitse, beetje cynische, geestige geest van Piet, ook heel intelligent, en dan dat vermogen van Herman ook om heel hard te werken en zich heel hard in iets te verdiepen. Iemand die ook ja, zeer goed dingen kon ontleden en zo. En daarbij natuurlijk, essentieel, de humor die erin zat. Ik denk dat het de schuld van Herman en van mij is dat Eddie Walli een icoon is geworden. En ja, Herman en ik maakten toen voor Humo het beroemde Eddie Walli interview. Waarbij Herman voornamelijk zat te zwijgen en ik voornamelijk verneukeratieve vragen zat te stellen. Dan speelden we echt winkeltje van tingelingeling voor wat is het? Het is voor een sakos. Kunt gij rijmen op herfst? Enfin, dat soort dingen waarbij Herman echt onder tafel kroop van het lachen. We maakten toen van dat soort, werd ook van ons gevraagd, verneukeratieve interviews. Of bij Bobby Haans Schoepen, als je een beeld wilt van het interviewende duo, de koning Pirijns. Ze zitten bij Bobby Haans Schoepen. Ja, het was, Herman had een kater toen, dat kan ik mij nog herinneren. Dat was ook altijd het voordeel, er was dan toch één die geen kater had als je met z'n tweeën ging interviewen. En we gingen naar Bobby Haan Land, Bobby Haans Schoepen interviewen, naar een sauna. Wij zelf waren nog nooit in een sauna geweest. En ik zie ons daar nog zitten met een notitieboekje en met een ballpoint, die natuurlijk onmiddellijk begon uit te lopen. Met Herman met zijn handen helemaal onder de blauwe inkt, verder in zijn naki, naast Bobby Haans Schoepen met zijn cowboyhoed op en verder ook geheel ontkleed. Dat soort beelden blijf je bij natuurlijk. Herman een verdienstelijk voetballer? Laten we het zo noemen, ja. Het was een zeer geëngageerd voetballer. De mens kan zich nu niet verdedigen. Ja, toen kon hij het eigenlijk ook niet, maar nu kan hij zich niet verdedigen. Dus ik ga daar niet veel kwaad over zeggen. Dat zou niet mogen. Hij was altijd zeer, zeer toegewijd. Hij was technisch niet geweldig begaafd, maar hij was wel groot en sterk. Hij stond er op de rechterbakplaats. En als hij iemand moest mee over de lijn schotten, dan zou hij het gewoon uit bezorgdheid voor het goede resultaat voor Humo zeker gedaan hebben. En een beeld dat ik mij ook herinner, hij liep bijna altijd nog met een sigaret in zijn mond op het plein als we begonnen en ook na de pauze. Maar dat was zeer, zeer aangenaam en dat was ook zeer goed voor de samenhang van de redactie. Maradona. Je speelt voetbal met 22 spelers op een veld. Je speelt poëzie met 26 letters, lettertekens op papier. En ook daar is de kunst om de lezer te verrassen, om bijvoorbeeld met een onverwacht beeld een opening te maken. Om de lezer op het verkeerde been te zetten door een dribbel of een overstapje of weet ik veel wat. Hij heeft samen met Jan Wouters, de sportjournalist, denk ik, de eerste grote, echte, diepgaande sportinterviews in Vlaanderen gemaakt. En zoals hij dan een interview vorm kon geven. Zo makkelijk, zo vanzelfsprekend. Hij bleef ook dichter bij het uitschrijven van interviews. Ikzelf werd ook nooit beter geïnterviewd dan door Herman de Koning.
Na 13 jaar humo is de koning het interviewen van bekende Vlamingen beu. Hij steekt voortaan al zijn talent en energie in het Nieuw Wereldtijdschrift, dat hij als hoofdredacteur wil uitbouwen tot het beste literaire blad van de Lage Landen. Aanvankelijk was de bedoeling om zo een soort kruisbestuiving, noemde ik dat toen, tussen journalistiek en literatuur te brengen. En om schrijvers op pad te sturen en al dat soort leuke avonturen. Maar dat is eigenlijk geleidelijk aan weggevallen om hoofdzakelijk financiële redenen. Ja, de sky was the limit bij het Nieuw Wereldtijdschrift. Herman kon heel slecht rekenen. Hij kon ook heel moeilijk met geld omgaan. Maar in dit geval had hij wel een berekening gemaakt. Laten we zeggen dat Humo toen 150.000 exemplaren verkocht. En er waren 5 redacteuren, daar was hij er één van. Dus als hij wegging, dan was het logische gevolg van zijn rekensommetje dat dat nieuwe blad 30.000 lezers zou hebben. Zo werkte het natuurlijk absoluut niet. Maar hij dacht echt dat het mogelijk was een soort Vlaamse Vanity Fair te maken. Een beetje glossy, chic blad, waarin literatuur verstaanbaar zou moeten zijn. 2 dingen moesten voorop staan. Betrokkenheid met de buitenwereld, dus niet de literatuur van de navel. En toegankelijkheid, wat hij van Guy Mortier geleerd had. Het moest toegankelijk zijn. Zijn buurvrouw moest het kunnen lezen. Ik vond dat het een geweldig goede poging was om de literatuur in iets bredere vorm onder het volk te brengen. Want dat NWT, nu overdrijf ik een beetje, had op een bepaald moment een richting kunnen zijn die Humo uitging. En die combinatie van dat baldadige, laten we zeggen, ik weet niet of de combinatie mogelijk was geweest, een soort harakiri, en dan het NWT. Maar dat zat ook niet in Herman om die combinatie aan te kunnen. Dat kon hij niet, denk ik. Hij was briljant in zijn, ja, de manier waarop hij literaire kritieken en zo heeft geschreven. Dat is fantastisch. Hoe toegankelijk dat is, hoe goed dat allemaal is. Dat is geweldig, maar daardoor maak je nog geen blad en krijg je het niet aan de man gebracht. Herman was al heel vroeg een soort mandarijn natuurlijk. Hè. Hij had al een soort status en een naam door het krankzinnige succes van De Lenige Liefde. En daar kwam het Nieuw Wereldtijdschrift bij in 1984. En toen ik hem leerde kennen, was hij zwanger van dat Nieuw Wereldtijdschrift. En dat klikte zo dat ik daar toen bij betrokken raakte. Ik heb misschien nooit zo'n intieme vriendschap gehad, sinds mijn kindertijd althans, met een man als met Herman. En eigenlijk een soort homoseksuele vriendschap, maar zonder seks. Zo intiem was dat. Maatjes, broertjes, zo dat gevoel. En wij ontdekten vrij snel dat wij heel goed samen konden werken. En dus we zijn toen een keer naar Bazoin geweest, waar we hier zitten. Maar dat deed er op zichzelf niet zoveel toe. Het kon in principe elk rustig huis zijn waar we niet door telefoon werden gestoord, waar geen televisie was enzovoort. En dan deed je in een week, meestal was dat een week, deed je meer dan thuis in een maand. Soms nam Herman volle dozen mee met achterstallige NWT-correspondentie. Maar meestal was het toch wel werken aan zijn eigen poëzie. Bazoin. Nevel en een witte zon. Niet het soort dat de dingen in een bepaald daglicht plaatst. Alles zoekt voorzichtig wat het is, wat het laatst nog was, maar waar. Alles zwerft ter plaatse. Alles sterft langer dan het heeft geleefd. Een treintje er doorheen op de lijn naar Nergenshuizen. Als het maar niet zo eenzaam moet rondwaren als de heuvels hier. Niets kan hen bergen, zo groot als ze zijn, zo houterig. Geef mij grenzen, maak mij klein. Hij had een curieuze manier van werken. Hij maakte in hoog tempo versies. En die leverde hij dan in bij mij. Alsof ik een soort schoolmeester was en hij de leerling.
iets wat ik niet in mijn hoofd zou halen. En hij leverde dat dan in, gewoon een sprak in handschrift. En dan keek ik daarna en zei, Herman, volgens mij is dit niet goed. En volgens mij is dat ontzettend flauw. Hij, Herman liefhebberde in flauwe woordspelingen, zoals je weet. En dan kwam hij een half uur later terug met een nieuwe versie. Of hij had een aantal dingen van de vorige keer, onze vorige werkreis. En dan begon hij te assembleren, nam hij een strofe daar en dan voegde hij een andere strofe bij. En dan prutste hij er nog iets tussenin. En het rare was dat ik pas achteraf begrepen heb, onder andere uit zijn brieven, die ik na zijn dood heb gelezen voor het grote brievenboek, waarin staat dat ik zijn poëzie zo goed ken dat ik de volgende bundel zelf maar moet schrijven. Herman had grote moeite met het aanvaarden van het feit dat een dag uit 24 uur bestaat, waarvan een groot gedeelte licht is en een kleiner gedeelte donker. En hij had hij graviteerde als vanzelf naar het donker toe. Hij moest 's nachts werken, 's avonds laat werken en zo. Nou, dat was natuurlijk heel moeilijk te combineren met een huishouden en zo. Bovendien, toen het Nieuw Wereldtijdschrift erbij kwam, was er een tijdgebrek als het om zijn eigen werk ging. Hij had altijd zoiets van, ik ben met zoveel dingen bezig en ik moet mij altijd verdelen. En als ik zo met de journalistiek bezig ben, dan doe ik mijn gedichten tekort. En ben ik met mijn gedichten bezig, ja, dan schiet ik tekort in mijn job, schiet ik tekort in mijn relatie. Dan heb ik weer geen tijd voor mijn kinderen gehad. En dat schuldgevoel, dat zat er eigenlijk altijd. Ik had eigenlijk in dat huis in de Kozelzijlijn niks voor mijzelf. Dat vond ik toen heel symbolisch, zo van, er is hier nergens een plek waar ik eens, iets kan lezen, iets kan doen, iets kan voor mijzelf doen. En dat was eigenlijk voor mij al zo de periode dat ik wel op mijzelf werd teruggegooid. Zo. En dat er bij mij ook wel wat begon te veranderen. Dat was eigenlijk, viel dat ook samen met ons 10 jaar huwelijk, waarin dat je toch al een beetje de balans opmaakt, zo van, zie ik dat hier eigenlijk wel verder zitten, op deze manier. Ik heb in 84 de zomer bij hem gebivakkeerd in Antwerpen. Dat was een schitterende zomer en ik had absoluut niet door dat huwelijk op barsten stond, maar hij had het zelf ook niet door. Want hij leefde 's nachts en betuigde 's nachts zijn liefde op papier aan zijn vrouw, bij wijze van spreken. En het jaar erop was ze weg en toen heeft hij, ik overdrijf niet als ik zeg dat hij 3 jaar lang, ook in Antwerpen, bij wijze van spreken, iedere avond uren over lief heeft zitten praten tegen mij. Dat was absoluut, dat was het grote trauma in zijn leven. Lieve die hem verlaten had. Zijn wanhoop daarover was hartverscheurend. Februari. De hectaren van het geheugen staan leeg. De toekomst is al jaren voorbij, maar nu ook het verleden. Jij nam het met je mee. Winterlicht maakt de feiten hard. Zee schimpt in het rond. Wind kraakt. Koude is te horen. Taal blijft binnen, komt niet meer uit haar woorden. In gesloten lettergrepen wordt ingevroren. Niets. En dat zien. Heldere leegte, als tot ver na de komma, in de zalen van het getal 10. Hij heeft hartverscheurende brieven geschreven. Echt, het is gewoon niet te lezen zonder tranen. Hè. Ik denk dat hij echt alle registers heeft opengetrokken. Achteraf, en dan spreek ik wel jaren later, konden we er heel goed over spreken. En dan zei hij altijd van, ik geef u gelijk dat je bent weggegaan. Maar ik geef u absoluut ongelijk dat je nooit bent teruggekomen. Wie zie je het liefst, de poes of mij? Vraagt ze. En zoent me, niet om mij, maar om haar lippen te proberen. Als ik haar optil, slaat ze haar armen om me heen, omdat ze anders valt. Als ik haar neerzet, loopt ze weg en ik haar na.
Nader is een comparatief die nooit eindigt, zoals vader. Ik was vroeger echt wel een mama's kindje zo. Maar die sterke band die ik met hem gekregen heb, dat is eigenlijk pas van na de scheiding van mijn ouders. En een hele, hele warme, gevoelige man die heel erg inzat met mensen die hij graag zag. En dat op dat moment ook wel daar de hemel en aarde wou voor bewegen om dat te laten zien. Heel begripvol en ja, melancholisch ook wel, maar toch ook wel heel gelukkig en genietend van het leven op het moment zelf. Ik herinner me echt avonden dat wij uren waren aan het tetteren en aan het babbelen over van alles en dat hij eigenlijk met een hele zware deadline zat, maar op dat moment was hij er dan echt wel voor mij en dan was er niet veel van te merken. Totdat dan, als wij gingen slapen, ineens grote paniek van oei, 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 ik moet nog een stuk gaan posten. Dat was wel een hele lieve man en we hebben op laatst heel hard ons best gedaan om dat nog goed te krijgen en om daarover te praten en om daar begrip voor elkaar voor op te brengen. Ik denk dan met Christine als postbode tussen de twee. Als ik eerlijk ben, dan denk ik nu van jongens, ik moet jong zijn geweest dat ik daaraan begon. Dus aan heel dat ding van je stapt in iemands leven die inderdaad twee huwelijken achter de rug had. Ja? En die een paar zeer traumatische ervaringen achter de rug had. Die dood van Anne, de echtscheiding. En die dan ook nog eens twee kinderen en fris en vrolijk stap je daar binnen. Maar ik denk... uiteindelijk denk ik dat dat allemaal heel goed is afgelopen. Dus ik heb het geluk gehad dat dat... eigenlijk erg lieve kinderen zijn. Maar eigenlijk is dat heel goed gegaan. Ik zie die kinderen heel graag. En dat was toch ook wel iets dat we hadden, zo het gevoel van het cadeau, dat ik hem mijn dochter cadeau gaf en dat ik van hem zijn kinderen cadeau kreeg. We zouden ook nooit zijn getrouwd als dat niet boterde met die kinderen. Hoe is dat eigenlijk zo? Twee schijven zonder één dak? Wel, dat loopt elkaar niet in de weg. Ik werk 's nachts en Christine 's ochtends. En het bijt mekaar ook niet. Poëzie is iets anders dan verhalen of proza. Het voelt niet concurrentieel. Ik heb geen fantasie, of ik kan geen plot bedenken. Ik zal niet geneigd zijn om mij op haar terrein te begeven. Ik heb het idee dat ik dingen kon die hij niet kon. Maar hij heeft een stilistische kracht die ik niet heb. Het mooi formuleren is iets wat mij als schrijver niet interesseert, wat misschien bijna eigenaardig is. Maar je ziet inderdaad dat er binnen literatuur zal men vaak een soort van waardering, bewondering hebben voor een stilistisch kunnen. Weilanden hebben avond, zegt Achterberg. Maar kun je dat wel hebben? Misschien zoals je een ziekte hebt, avond. Iets met de ogen, alles veel te donker zien. En daarboven, zwart op witte lucht, fladderen de doodsbrieven die kraaien blijken te zijn, zo slordig vliegen ze. God laat zijn correspondentie maar waaien. Ik heb eigenlijk altijd een Herman gekend die zich in sterke mate miskend voelde. Ik denk dat mensen zich dat vandaag bijna niet kunnen voorstellen. Dat hij het gevoel had vaak dat hij te veel werd vastgepind op de dichter van de woordspelingen. Zie je? En dat hij zegt, ja, maar ik heb al zoveel jaar geen enkele woordspeling meer geschreven en ze blijven mij daarop vastpinnen. Herman heeft nooit de staatsprijs gekregen voor poëzie. En omdat hij... Ja,
hij had ergens ook een machtspositie als die sluiswachter die hij was, als hoofdredacteur van het NWT. Waren er ook heel veel mensen die in hun waardering van zijn werk, ja, die waardering lieten kleuren door ergernis, door afgunst, door frustratie. Om te beginnen is de nieuwe bundel van Van Bastelaren niet alleen bijzonder intrigerend en knap, maar nog begrijpelijk ook, al zal het hem pijn doen dat hij moet horen. Los van de verdiensten die hij had voor het verspreiden van poëzie van anderen, had hij zijn eigen visie op poëzie, die hem zeker in de laatste jaren van zijn leven niet in dank werd afgenomen door een nieuwe generatie, wat men dan noemt postmoderne dichters, die een veel problematischer soort poëzie schreven. En dat hij in die laatste jaren zo werd aangevallen en gezien als een soort, ik zal maar zeggen, de leider van een maffia die een specifiek soort poëzie wilde bevoordelen, dat heeft hem pijn gedaan en dat was ook heel ten onrechte, denk ik. God, het beeld van de maffiabaas is natuurlijk een uitvinding van Guido Lauwaert, wiens schrijfsels door Herman geweigerd werden. De jongere aanstormende generatie wou absoluut in het NWT staan. En als je het brievenboek van Herman bekijkt, dan zie je dat hij inderdaad af en toe op een pedante wijze, en soms ook op een wat chockerende wijze, mensen afpoeierde, terwijl anderzijds ook Garmen het NWT had een oplage van in zijn beste periode 10.000 exemplaren, in zijn slechtste periode 3.000 of 4.000. Heb je dan macht? Ach. Ik heb Herman niet zo vaak dronken gezien. Het was ook iets van 's nachts. Ja. Ik heb hem wel een aantal keren dronken gezien, ja. En ik hield niet van de dronken Herman. Met de dronken Herman wou ik dan... Het was zo de fles, dat was de vijand in huis. Daar wilde niks mee te maken hebben. Herman werd zelden echt dronken op café. Hij had de gewoonte om zijn consumpties te tellen. Hij was er zeer bijgelovig in. 10. Naar het bekende lied 10 vader niet meer. Maar Herman kon heel wat hebben en was niet zo gauw laveloos eigenlijk. Ik denk dat ook bij het verhaal van Herman de alcoholicus, dat er ook veel mythevorming bij zit overigens waar. Nogal eens werd ik 's nachts wakker en dan ging ik kijken beneden. En soms zat hij dan in opperste gelukzaligheid met die koptelefoon daar te luisteren. Hemelse, oh, daar ben je. Oh, en dan was het leven perfect. En dan zei ik, maar kom nou toch, stap. Ja, 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 ja. Zo zei hij dat dan. Ik kom direct. Poepoes, ik kom direct. En dan zat hij nog 3 uur op. Maar dat was een diep, diep geluk. En daarom denk ik ook, ja, had hij moeten anders leven, maar nee. Herman heeft toch wel in zekere mate geleefd zoals hij wilde leven. Hij had wel een soort boeddhistische aanvaarding van de dingen. Van, nou ja, ik haal de 60 niet. Een ander mens had dan naar een hartje, een cardioloog gaan. Wat hij 1 keer gedaan heeft, jaren daarvoor. En die ik weet niet wat hij precies gezegd heeft, maar hij kwam toen fluitend thuis. Hij ging voorlopig nog niet dood. Maar ja, hij had het moeten weten. Maar hij deed dat niet. Hij ging ervan uit, dat zou wel gebeuren. En het gebeurde ook, als in een toneelstuk was dat voorspeld. In het 5e bedrijf moest hij doodvallen. Hij wou het niet en tegelijkertijd vond hij het niet erg. Laat ons veel brieven schrijven naar elkaar. Dan hoeven we intussen niet te leven, schreef de koning ooit aan een bevriende collega. Een leven op papier dat bijna vanzelf moest uitmonden in een literaire dood. Op een mooie lentedag wandelt hij in de stad van die andere populaire dichter, Fernando Pessoa, op weg naar de opening van een literair festival. Naast hem lopen onder andere dichteres Anna Enquist en Hugo Claus. Je liep naast mij en ik vroeg, heb je nog kunnen slapen? Je zei, ja,
Nu ja, nee. En toen nam iemand mijn arm en ik keek niet meer achterom. En toen lag je op de stoep van Portugese steentjes. En toen luisterde Anna naar jouw sterven. En toen legde iemand 3 gele anjers op je borst. Herman die liep er een beetje achteraan. En op een gegeven moment hoorde ik dat hij mij riep. En daar was toen zo'n ja, soort cafeetje met wat stoelen en zo. En hij zei, ik ga even zitten. Ja, toen zakte die in elkaar. En ik was toen hij op de grond gevallen, was bij hem gaan zitten en had hem zo vast. En probeerde hem door tegen hem te praten, een beetje erbij te houden. Hoewel ik wel zag dat het niet veel zin had. En dan ze nu en dan weer over mijn schouder roepen van waar ze of ze niet eens konden opschieten met die ambulance. En toen op een gegeven moment, toen deed hij zijn ogen weer open en keek hij mij aan. Toen zei hij van, oh jij bent het. Nou, en ik weer van, ja, ik ben het en ik blijf hier bij je wachten. Het komt goed en zo. Nou ja, die dingen die je dan zegt, ja. Zo had je het altijd gewild. Een hartaanval, maar dan in één keer raak. Een zachte dood voor een zachte man. En uit één gedicht put ik de troost van het optimisme. Nu. Vandaag zag ik een vrouw afscheid nemen op de trein. Zij ging naar een ander land. Maar ook daar zou zij van hier zijn. Achterna bemind door haar man. Zo hoop ik dat ik mijn dochter over 50 jaar een vorige eeuw in kan beminnen. Deze, in deze zinnen. Over 2 weken brengen we opnieuw een literair portret. Op 2 juni herhalen we de historie van Louis Paul Bon. Volgende week gaan we terug naar de pioniersdagen van de radio. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat het NIR, de voorloper van de VRT, opgericht werd. Wij gaan na hoe de Vlamingen in de beginperiode radio maakten en radio luisterden. De meeste luisteraars die luisterden naar die regionale zenders. Veel populairder waren die regionale zenders dan het NIR. We zitten hier in een klanken- en geluidsfabriek in een pakketboot die op de golven van het geluid vaart. En ik hoor hier met mijn vader zeggen, allee, nou is die 72 jaar, die een oude man van mij, en die begint met een boot. En ik kan me dan herinneren dat ik hem gevraagd heb, waarom doe je dat? Ah, ik mag in België niet uitzenden. Dus uw bompa gaat piraat worden. Naast de openbare omroep eisten ook regionale zenders hun plaats in het radiolandschap op. Volgende week vertellen wij de historie van het NIR en van Radio Uilenspiegel en Radio Kerkske. We bereiden het grote VRT-feest 75 jaar radio voor. We luisteren naar Piraten op de radiogolven. Heel graag tot volgende week.